Ik hou echt van nu op een andere manier Engels te gaan praten. Eerst had ik altijd heel neutraal, maar nu doe ik het echt op een heel andere manier. Er staat trouwens, er stond net een creeper voor de deur. You found it, oh my. It's your time to read it. Wat donker, moest je het nou weer doen? Wat? Moest je het weer donker maken? Nou, jij hebt de torch toen weggehaald, hè? Ja. Dus hier. Nou, alleen deze hier in het midden zou ik ook doen, hoor. We kunnen best zo mogelijk torch bewaren. Wauw, hij heeft een sign. Dat is mijn sign! Oké, ik begin op. Pedo. Pedo. Hoe hard je deed eigenlijk? Ik wil alleen maar even weten. Ah, lees maar. Oh ja, je hebt ze. Note. You found it. Oh man. Nee, wacht even. Verkeerde stem. You have found it. Oh my, that must have taken great skill. Yeah. So can you read the inscriptions on the hills? Oh, yes, I forgot. Give me a moment here. There's a long silence as the wizard stood his hands runed inscribed on the hilt of the bow. Oh my, oh, this is not good. What is it? Is the location not on it? Yes, it is on it. But the location of the treasure is hidden in a very dangerous place. It is hidden underneath the Dwarven Bunker, where the king was taken when danger struck. I haven't been 100 feet from it. The enemy claimed it when the Dwarven Kingdom fell. I can imagine what befell Netherrea now. I don't think heroes even as mighty as you could consider it. One thing that is good though. The enemy has been looking for the treasure for years. They don't have the slightest clue it's right under their very feet. I suggest you do not go to. We have to go. You cannot just let the history of the dwarves and the treasure just blow out of the window. We start this journey and we will end it. Very well, my heroes. Move my bookshelves. Take a few supplies I have left. Oké, bookshelves. Ik was nog niet klaar. Moest ik ze meenemen? Move. Alleen move. Move. Go and claim your prize, and especially the knowledge of the dwarf fate. Be off. Gewoon weghalen. Gewoon weghalen die... Wacht even. Dit gaat misschien iets makkelijker. Hi. Zo, jij mag deze wel. Oh god, wat gaat hij me nou weer geven? Oh dat. Oké. Dan mag jij van mij deze. En deze. Oh. Heb ik de kool weer opgepakt? Nee, blijkbaar niet. Mooi. Ik ben trouwens zo aardig. Ik heb deze nog. Als je chambers binnen kapot zijn, je kussen hier als je wil. Ik heb echt het enige wat ik heb opgepakt. Eén klein beetje van clay. Ik kan trouwens. Ja, ik kan het alleen op deze manier helen. Ik heb deze geenchant. Sharpness één knop ook één. Ja, de axe die heeft. Jawel, weet je wat ik eerlijker vind? Geef jij maar jouw broek. Ga verbrokwisselen. Dit voelt zo enorm slecht. Dank je trouwens voor die weakness van een paar minuten. Ik kan maar 30 seconden. Ja. Godsamme, ik heb 3 minuten of zo. For fuck's sake. Maar waar moesten we naartoe? Ja, dat moet ik even teruglezen. Level 3 graag. Ik zag net level 3 erin. Hier. Protection 1. Nee, dump ze niet op mij. Er zit daar een chest, lul. Hey, heb je wel gezien waar je boven stond? Kijk, hier.
Dit is dat pedo-deurtblokje. Wauw. Dat deed pedo. Want dat is die zangeres van het Minecraft nummer. Ik vind de normale versie vind ik veel beter klinken. Pedo-zang. Die neem ik voor de zekerheid mee. Hier heb ik niks aan, ik heb een mooie Oh hier, axe. dit is voor jou. Ik heb een Oh ja, die boog die moesten we toch geven? Of niet? Nee, we gaan het gebruiken. Okay. Nou, Wacht even, mag ik eerst nog even wat XP van? Want kan ik die... Ik ga even kijken hoe... Nee, wacht, welke heeft hij niet? Maar ik gok dat we de obsidian met torches moeten volgen. Ja, wacht even. Deze boog heeft power 4. Ik gok dat die... Ik denk dat we dit moeten volgen. Ja, ik heb hier eventjes nog wat hout gebroken. Behind you! Nee, dat moet. Fuck sake. Woo! Oh. P, 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 E, E, no, no, no. D. Do. Ik kan waarschijnlijk binnenkort met Hugo weer aan recorden. Hm? Okay. Gewoon omdat daarom. Waarom is geen reden? Oh, fuck jou! Pim, fuck jou. Ik heb altijd wel een wijsneus in CSP die dat die zegt, daarom dit is geen wordt reden. Zwemmen. Awesome sauce. Ja, voor jou wordt het misschien zwemmen. Ik heb geen zin om een natte reet te krijgen. Oké, okay, nou, dan mag je nog veel dirt nodig hebben. Nou, niet echt. Ik heb een axe. Wat denk je dat ik voor mezelf ga doen? Als je terugkomt, kan ik ook misschien nog een boot voor jou maken. Ben er al. Oh, for fuck's sake. Fuck jou, ik maak gewoon mijn boot. Ik ga er in stijl naartoe. Een achterstaal. Oh ja, zo. Ik heb net zo'n torch nodig. Ja, dan kan ik TNT wel afsteken. Maar wat moeten we nou met die papier? Ik vul dat stonden inscripties op. Die gevolgd moesten worden, maar die hebben we al gevolgd. Daar stond op, hoe weet ik nou hoe we er naartoe moesten. Wat precies moesten doen van die lul. Fucking lul! Ah joh! Oh, die was bijna daar. Ik ben expres naast gestoken. Wacht, Renier, we moeten dit in slow motion doen. Oké. Okay. Als ik... Oh, ik zou waarschijnlijk iets anders onder gezet hebben, ik weet niet. Ah! Hij is dood. Oh. Ja, wacht maar. We gaan toch maar slaan. Oh. De pijn. Ja, nou, dat was wel leuk. Oh ja, nou kunnen ze heel goed hitten. Ja, ik zet mijn ding nog te laag. Bijna dood, bijna dood, bijna dood. Hoia, hoia, hoia. Oh, leg je maar lekker daar. Ja, dat is gewoon weer een lulactie van jou. Strength. Hallo. Hi. So where are you? Oh, zat daar wat in? Yeah, wil je een strength potion? Ja, hij gaat er nu precies voor staan. Waarom lijk ik hier een klein beetje? Huh? Waarom lijk ik hier een klein beetje? Weet ik niet, ik had het net nog ook. Oh, we gaan naar the end. Waarom is dat nou opeens zo licht bij mij? Oeh, diamonds! Zie ik. Objective 4, node 7. Ja, laat mij dat maar even lezen. Ja, dit is die end, hè? Ja. We gaan eerst even die node lezen. Wat dacht je daarvan? Ja. They dug too deep. So this is how the king of the dwarves fell. They were taking refuge, trying to dig away from the enemy fleeing. They dug too deep.
and this cavern collapsed. But there's no way that all of them would have died. So that means there might still be some alive somewhere out there in this huge world. So does that mean that the treasure, the price of the Dwarf Kingdom, did it fall? Wait, there's a piece of paper in the crack of this wall. Trust and jump. Don't even. The page is smeared with blood. That's the first one you found. The rest is unreadable. Wacht even. Nu deze. Object 5. Volg mij. Volg mij. Nee. Niet die kant op. Die kant op! Echt? Ze zijn de jump! Wauw. Ja, dat had je niet moeten doen, hè? Ik dacht echt dat ze zeiden jump, maar... Ah, oh, we moesten naar beneden jump. Oké. Okay. Woe! Ja, ik heb nu dus helemaal niks. Fuck yeah, denk ik. Nou, wat een map, hè? Ja, wacht even, wacht even. Achievement. Een CD. 13, ik kan het even een meter horen. Oké, jij bent de enige die nu nog wapens heeft en al die shizzle-wizzle. Ja. Ik weet niet, ik vond het niet zo'n heel leuk map. Wie zegt dat dit het einde is? Het echte einde van de map. Ik denk het wel. Ja, er zaten er dingen erin. Nou, dan gaan we met de treasure gaan we hier weg. Maar waar is het einde? Ik zeg toch, we gaan hier met stijl gaan we hier weg. En de mens. Maar ik weet niet of je me nu kan tp'en of niet. Volgens mij niet. Omdat we in een andere ding gaan. Ja, hier. Dementies. The best thing in this whole damn world. Maar dit was het dan voor deze keer, toch? Ja, ik heb nog wel twee maps in beschikking. Ja, ik ga deze moet ik even goed juist in de middel opslaan. Ja. En ik heb dit niet opgenomen. Echt niet? Nee, een stuk niet. Ik zie knappers dat hij in het geel staat. Heb je de knop ingedrukt ervan? Ja. Oh, dat doet heel erg pijn aan mijn oren. Nou jongens, ik heb een gedeelte niet opgenomen. Ik wel, Oeh, leuke diamonds! Wacht, je kan niet mijn kabel krijgen, omdat ik het record de verder van achter op het moment dat het fout. Ja, maar het maakt niet heel erg uit. Het maakt niet zo'n probleem van me. Nee. Meestal doe ik en ik het wel zodat als bij mij de recording faalt, dan krijg ik gewoon van hem krijg ik het gedeelte. Jee, vuurwerk! Waar niks in zit. Aan vast zit. Sorry, ik moest gaan even. Nou, ik denk. Ik weet niet hoe lang die is, maar ik denk dat 1 aflevering is. Voor mij is die waarschijnlijk 2. Ik weet niet, voor mij is het wel een half uurtje al. Maar, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ja. Ik zet ook het kanaal van Reinier in de beschrijving. Ik zet ook jouw kanaal in de beschrijving voor het eerst in tijden weer is. En ik meen het voor het eerst in tijden. Oh. Ja, nou ja, weet van de tijd heb jij toen niks voor mij gedaan. En wel met Pixelmon Survival. Ja, maar voor mij ben ik toch nog vergeten ook om dat erbij te zetten. Dat is allemaal... Nee, dat zat erin. Oh, oké. Dat gezien. Maar abonneer even op je Spionschrijf Production. Nee, CSP Drew, hè? Ja, CSP Drew. Drew Middleton dus. The real one, the best one. Nou ja, the only one eigenlijk. Ja, en abonneer gewoon ook eventjes op mij natuurlijk. Ja, ik zet zijn kanaal in de beschrijving. En ik die van Renny. Als ik het niet te standaard hou en als ik het niet vergeet. Ja. Ja, ik heb bij mij altijd andere kanalen. Er staat, en als er geen kanaal is, deze kanaal heeft geen andere kanaal.
Abonneer, like en zet in de comments. Wil je meer zien?